Het belooft een mooi avondje te worden. De stormchasers bevinden zich in Hilvarenbeek precies op de goede plek. Maar als alles naar planning gaat, dan komen er dadelijk twee buien precies langs ons heen. Gekozen wordt voor een mooi weiland met een perfect uitzicht. Nou, we worden al een beetje rommel in de verte. Klopt. Dus ja, dan. Zenuwachtig niet, maar ja, je weet dan, joh, dan zit het wel goed. Als je het in de verte hoort rommelen, dan hoop je toch dat het dichterbij komt. Ja. Heb je als gedacht van, oeh, dat scheelde weinig. Dat was gevaarlijk. Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ik ging toen chasen in de Europort. Wij stonden onder een overkapping, zeg maar. En toen sloeg de bliksem op 20 meter afstand sloeg die in. Ja, dat is typisch voor van die pulserende buien. Nou, ben benieuwd. Ziet er goed uit, nog steeds. De camera's worden tevoorschijn gehaald en de mannen gaan midden in het weiland staan. Rommel de bommel. Maar er gebeurt niets en de donderwolken trekken verder. Andere stormchasers, thuis achter de computer, brengen slecht nieuws. Ja, jullie zitten echt gewoon precies in een gat, joh. Ja, precies. Laatste kans. Snel inpakken richting Eindhoven. Maar de buien zijn daar al voorbij. Laatste wanhoopspoging Den Bosch. Maar nee, de chasers moeten het opgeven. Nou. Gaat het niet meer worden? Nee, nou, zoals je ziet, de regen is al gevallen hier, maar de activiteit is eruit. Dus achteraan blijven rijden, maar dan ga je alleen maar de regen achterna. Dus dat wordt hem niet. Nee. Jammer, het is niet altijd prijs. Hoi.